voorzichtigheid is geboden als je hier tussen Hotel Américain en de Stadhouderskade door het Leidse Bosje loopt. Voorzichtigheid geboden omdat, wat weinige mensen opvalt, er hierboven iemand bezig is op die tak. Hij is bezig een tak af te zagen, het houtzagertje. Zo heet dit beeldje dat anoniem is neergezet en al jarenlang hier in het Leidse Bosje bezig is de tak van de boom te zagen. Het schijnt trouwens dat hij in de loop van de jaren ooit zijn alpino-petje verloren is en iemand anders het weer opgezet heeft. Dan moet je wel heel goede ogen hebben om dat te zien. En zijn zaag is een keer gebroken. Ook die werd anoniem weer gemaakt. Een bijzonder beeldje dus hier in Hartje Amsterdam dat veel mensen in hun hart hebben gesloten. Waarom is voorzichtigheid geboden? Omdat als je goed kijkt wat hij doet, hij zo staat dat hij zelf moet vallen als de tak echt afgezaagd wordt. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Een Bijbels gezegde dat hier maar al te waar kan worden. Dus wees voorzichtig als je in Amsterdam op pad gaat.